standaard dingen. Ja, ja. Op een gegeven moment gestopt met school. Gewoon fulltime. En wat voor school deed je destijds? ICT, HBO. Ja, ja. Ik ben gestopt een half jaar. Je had niet het idee van over 2 weken ga ik miljonair zijn. En ik denk dat heel veel mensen wel dat beeld hebben online van die goeroes van in 3 maanden 10k per maand. Nou, bij mij zat je binnen 3 maanden ver boven die 10k per maand. Ik denk ook wel dat we gaan ook weer richting dit jaar, eind dit jaar, ook weer richting Q3 en Q4. En dan verwacht ik ook gewoon weer veel voor jou, voor je sales. Welkom weer bij een nieuwe podcastaflevering. En deze is samen met Chardel, een van mijn succesvolste leerlingen uit het verleden. En we kennen elkaar nu ongeveer een jaar. En super Chardel dat je hier bent, man. Het is een geweldige vrijdagmiddag. Het zon schijnt in Breda. En ja, de eerste vraag die ik stel, hoe is het met je, man? Thanks voor het komen, sowieso. Ja, geen probleem. Dank dat ik er mag zijn. Ja, het gaat goed. Ik mag niet klagen. Nice, man. Een van de succesvolste studenten, dus dat is mooi. Ja, dat is altijd mooi meegenomen. En Chardel heeft bijna 200.000 euro omgezet in 3 maanden tijd. En het is eigenlijk redelijk hard gegaan toen je bij mij aan de deur kwam, zeg maar. Ja, ja, ik had moeite met de sales maken. Maar ik merkte gewoon dat er veel potentie in zat. Ja, oké, okay, man. Hebben we een kannetje gehad. En eigenlijk daarna is het... Daarna is het door het dak, hè? Ja, zeker. Oké, okay, man. Kunnen we iets meer op... Waar was je voor Ecom? Heb je andere businessmodellen geprobeerd? Of was je in loondienst? Of was je op school? Wat deed je voor in je jongere jaren? Want je bent nog redelijk jong. Ja, ja zeker. Ja, ik ben nu 22. Dus tijdens was ik denk ik 19, dus 19, 20. School, fulltime, bijbaantje, de standaard dingen. Ja, ja. Op een gegeven moment gestopt met school. Gewoon fulltime. En wat voor school deed je destijds? Ik deed ICT, HBO. Ja, ja. Ik ben gestopt een half jaar. Nice. Genoeg gezien. Ja, zeker. Echt, dat was echt vreselijk. Dat is, school is niet van mij weggelegd. En dat besef ik. Ja, hoor je vaker, man. Ja, ja. Toen Ecom leren kennen. Ja, en eigenlijk... En hoe ben je toen in contact gekomen met e-commerce? Ja, toch wel die online gurus. Ja, ja. Die toch wel die... Gurus die je ziet, dat op een gegeven moment toch wel aangetrokken van die Chinese gast die altijd op YouTube zag. Ja, ja. Dus, ja, toen ben ik gaan kijken wat die wereld voor me kon betekenen eigenlijk. Nice, man. En kunnen we even naar dat moment gaan toen jij... nog wel vast zat in die studie, in die ja, baan. Hoe voelde je jezelf toen? Want ik heb die tijden ook gekend en ik heb ook maar een jaartje uni gedaan. Ja. En toen was ik er ook klaar mee. Toen dacht ik, moet gewoon money maken en gewoon iets voor mezelf op gaan zetten ook, man. Hoe was dat toen voor jou, toen jij eigenlijk op school zat of een studie deed die je niet leuk vond, dacht van dit is niks, of een baan, dat je maar denkt van wanneer is het 3 uur, 5 uur, wanneer kan ik naar huis, weet je wel? Ja. Hoe was dat voor jou? Wakker worden en gewoon denken, ja, dan gaan we weer. Weer dezelfde dag, dezelfde doen als altijd, naar school gaan vroeg. Laat klaar, dan een bijbaantje erbij en dan s'avonds thuis komen nog gymmen. Ja, je dag gewoon, je dag is niet voor jou. Zo voelt het gewoon. Het voelt gewoon alsof je... Alsof je geleefd wordt, hè? Ja, alsof je wordt geleefd. Ja, echt, ja, in die controle. Ik weet nog destijds dat ik zeg maar nog een baan zat. Ik was op de laatste dag van uni was ik gestopt met uni. Ik dacht, fuck it, ik ga dit niet meer doen. Want ik verdiende toen al wel wat met dropshipping. Tijdje lang, een heel jaar. Maar het was heel inconsistent, weet je wel. Dat weet je zelf ook wel. Dropshipping kan soms heel hard gaan, maar kan soms heel kut gaan. En je wilde ook gewoon, je wil ook een beetje die zekerheid, toch? Uiteindelijk, je bent ondernemer, maar je wilt wel die paar k stabiel per maand. Dat je ook gewoon het goede leven kan leven. Yes. Toen ben ik eigenlijk 9 tot 5 gegaan. Het was ook een bol business, dus hun verkocht ook op bol. Dus ik ging bijna huilend met mijn scooter naar werk, man. Ik zweer het, 's ochtends. Ik sta op, eerst dat ik zeg, kutzooi, man. Moet ik gewoon weer daar naartoe? Yeah. Je rug gaat helemaal naar de kloten, want je moet zitten tot 10 uur, totdat die pauze komt. Yeah. Dan is het 4:30, mocht ik eindelijk naar huis met die scooter. Ging ik naar huis, ging ik even een boekje lezen, aan mijn dropship store werken, eten. Tot 7, 8 uur, ging er nog gym. Kijk, die eerste maandag, dan gaat het nog wel naar het weekend, weet je wel. Eerste maandag, dinsdag. Woensdag, donderdag begin je toch te denken, maat, wat gebeurt hier allemaal? Ik word helemaal geracht hier zo. En ik word niet eens gewaardeerd, snap je, nee, of dat werkt. En op vrijdag, dan zou je bijna denken, ik ga niet meer. Laat me zitten, het is goed zo. Ja, dan denk je, je moet per se gaan, weet je. Het is die verplichting van, oké, dan heb je pauze. Dan mag je naar de wc. Je verdient maar max zoveel. Weet je, je zit gewoon in een hele beperkte wereld. En ook met mensen om je heen. Ik weet nog, ik zat met collega's. Ik dacht van, yo... Ten eerste, ik ben niet alleen veel slimmer dan hun, zonder disrespect te zeggen. Ja. Maar gewoon, ik dacht van, ja, dit zijn gewoon niet de mensen waarmee ik mij wil zien zitten in de toekomst. Want had jij dat zelf ook, dat je dacht van, collega's van, yo, jullie zitten niet op mijn level, man. Ja, er zijn mensen die dan praten over, ja, over 20 jaar wil ik deze functie hebben in het bedrijf. En ik denk, dan 20 jaar, ben je helemaal gek geworden. En 3% loonsverhoging en 17% inflatie. Ja, en ze weten het niet en ze denken prima. En ze denken van, laat maar gewoon, maar dat zijn die NPC's, noem ik ze altijd. Ja, ja. Non-player control characters. Maar wat ik ook wil zeggen, er is ook helemaal niks mis mee. Als je in die 9 tot 5 zit en je vindt het leuk, maar zeker. Kijk, als je niks vindt, ja, en je gaat helemaal kapot en je wordt gewoon... geracht, ja, dan zeker wat we toen allemaal bij corona zien, wat er allemaal toen gebeurde, vooral die tijd. Ja,
dan ging het echt hard, man. En je zit al een tijdje in e-commerce. Hoe lang doe je dat momenteel? Want je bent nu 22, redelijk jong beginnen. Ik denk dat ik pas een jaartje bezig ben. Als ik kijk naar hoe ik zit. Een jaar bezig en bijna 3 ton omgezet. Ja, je mag niet klagen. Weet je. Het is een stukje dedication die je moet hebben ervoor. En als je denkt dat het makkelijk gaat zijn... Maar ik weet nog wel, toen wij in die call zaten en dat je echt die lange termijn visie erbij had. Tuurlijk, je wilde voor het einde van het jaar die 50.000 winst draaien. Is waarschijnlijk ook wel gelukt. Maar je had niet het idee van over 2 weken ga ik miljonair zijn. En ik denk dat heel veel mensen wel dat beeld hebben online van die goeroes van in 3 maanden 10.000 per maand. Nou, bij mij zat je binnen 3 maanden ver boven die 10.000 per maand, zonder disrespect. Maar het is ook gewoon dat je niet die valse beloftes... Dat je dat veel online ziet voornamelijk, weet je? Ja, zeker, zeker waar. Oké, man. En je werkt momenteel nog, want je zit nu een jaar in e-commerce. Je bent weer teruggegaan, ja. Maar je had wel een keer ontslag genomen destijds toen je aan het draaien was. Ja, zeker. Ja. Op een gegeven moment was het, ik werd wakker. Dan zat ik al op de 5.000 in de ochtend of zo. waarvoor ga ik voor 100 euro werken vandaag? Waarvoor ga ik eigenlijk vandaag? Ben ik er echt direct mee gestopt. Ik heb direct ontslag ingediend diezelfde dag. Toen ben ik eigenlijk gewoon keihard gaan focussen op e-com. Maar inderdaad, ik ben nu even teruggekomen. Maar dat is meer voor de mindset dan echt, denk ik, het moeten werken. Je kan in principe ook zonder leven. Precies, dat is het. Ik zou het kunnen leven, maar ik wil een beetje bewust blijven van mijn positie. Ik ben er nog niet. Gewoon humble blijven. Ja, en ik denk ook wel dat we gaan ook weer richting dit jaar, eind dit jaar, ook weer richting Q3 en Q4. En dan verwacht ik ook gewoon weer veel voor jou, voor je sales. Zeker. Voor Bol, waar je eventueel mee bezig bent, maar ook voor Shopify. Voor ons is dat gewoon de hardste periode. En we moeten ook heel transparantie. Ik merk het nu ook, in mijn stores, we draaien prima winstgevend, maar Q3, Q4 verdien ik gewoon 2-3 keer zoveel. Niet alleen met coaching, omdat iedereen wil dan natuurlijk instappen in e-commerce, maar ook met mijn eigen Shopify dropshipping stores. Want ja, dat is gewoon, iedereen zit thuis, nu gaat iedereen weer feesten, bier drinken. En dus net welke commitment je nu maakt in je leven, weet je wel. Jij was in de zomer toen bij mij juli, denk ik, begonnen. En in plaats van dat je in Gersonisch zal zitten zuipen en wijven zitten fixen, wat meeste van onze leeftijd toch wel veel doen, weet je wel. Gewoon echt het niet zelfstandig nadenken. En ik denk dat als je begrijpt van, hey, ik zit in deze positie, in deze 9 tot 5, en ik vind het kut, en je gaat de juiste vraag stellen van, hey, hoe kom ik eruit? En dat soort dingen, dat heel belangrijk was, man. Ja, maar ik denk ook dat het bij jou het verschil voor mij heeft gemaakt. Ik zei, we hebben een call gehad. Je vroeg in principe niks van mij in instantie. Je hielp me gewoon. En ik dacht, daarna werd ik wakker met 2 keer zoveel sales. Ja. Dat was voor mij ten eerste al duidelijk. Want je draaide toen al wel sales. Ja, maar het was echt kleinschalig, 50 euro, 100 euro per dag. En dan niet eens net niet winstgevend. Nee, net niet winstgevend, maar ik merkte gewoon dat er wel iets achter zat. Oké, man. En hoe heb je geleerd hoe je moet dropshippen? Zeg maar, heb je cursus trajecten genomen daarvoor, voordat je bij mij kwam? Ja, ik had ergens een cursus genomen en dan kreeg je die basis 1, 2, 3 dingen die je dan leert. En dan ze leren niet hoe je moet schalen bijvoorbeeld. Want dat is natuurlijk dat jij weer... Dat je wil je weer een nieuwe cursus kopen of een nieuwe... Inderdaad. Dus ik dacht van nee, dit gaat hem niet worden. En toen ben ik eigenlijk via Facebook in een groep. Ja, kwam ik jou gewoon tegen, man. Dat is echt gegaan. Ja. En destijds hebben we gewoon ook geen hele dure coachingstrajecten genomen, zeg maar. Ik heb niet duizenden euro's destijds aan jou gevraagd. En wat mijn hele insteek was toen... Kijk, dit jaar ben ik echt van de coaching business echt een groot bedrijf aan het maken. We zitten hier ook voor de podcast en om mensen te inspireren. Maar toen was dat gewoon voor mij een side inkomen. En wat ik heel veel zie bij coaches... Hun main inkomen is het coachen. Plus, als je bij hun coachingstraject koopt... Van Paul bijvoorbeeld, krijg je coaching van Jardel. Dan huren ze iemand in die nog nooit gedropshipped heeft. Nog nooit resultaat heeft behaald. En eigenlijk een cursus heeft genomen, man. Ja, dat is inderdaad precies hoe het gaat, ja. En hoe was dat gevoel toen je eerste sale had voordat je bij mij kwam? Want je draaide toen al sales. Hoe was dat moment dat jij dacht, ik heb nu de eerste sale, man. Wat is dat, hoe was het gevoel? Kan je iets meer vertellen misschien over het product ook, dat soort dingen? Zeker. Nou, het was destijds, verkocht ik een heel simpel product. Het was gewoon voor in de airfryer. Iedereen heeft het vast wel ergens. Ja, ik heb mezelf ook gedraaid. Precies. En ja, op een gegeven moment had ik die eerste sale. En dat was voor mij het realisatiemomentje van iemand ergens in Nederland. Heeft geld over mijn website aan mij geld geven voor mijn product. En toen dacht ik van dropshippen is real. Dit is het echt en hier gaan we ook gewoon voor. Ja, dat is denk ik ook het verschil tussen iemand die de mindset heeft om het wel te laten lukken. Ja. En iemand die gewoon denkt van na 2 maanden ermee kapt en 10 producten heeft getest. Jij hebt gewoon gezien, ik had ook precies hetzelfde. Bij die eerste sale, iemand heeft gewoon geld overgemaakt. Als iemand dat 1 keer kan, kan iemand het 100 keer, kan 1000 keer. En ja, de grenzen zijn eigenlijk eindeloos met e-commerce. En ik zie nog steeds elk jaar dat het meer groeit. Ja. Bijvoorbeeld uit de stad waar ik vandaan kom, Bergen op Zoom. Zijn bijna geen offline winkels meer. Geen winkels waar je meer naar binnen kan stappen. En als stap je bij die winkels,
zijn het geen hoge kwaliteit winkels meer. Slechte persoonlijke aandacht in die winkels. Ja. Mensen die alleen maar iets proberen te verkopen. Snap je wat ik bedoel? In plaats van gewoon het simpel online. Wat eigenlijk echt de toekomst is, man. Ja, ja, zeker man. Oké, man. En wat was eigenlijk je hoogste punt? Je kwam bij mij, je had een paar sales per dag. En hoe ging dat proces? Kan je iets meer daarover vertellen? Ja, we zaten dus in ieder geval, we hebben die eerste call gehad. En toen heb je mij gewoon voor mijn website een paar conversietips gegeven. Die heb ik direct toegepast. En ik moet volgens mij eerlijk zeggen, kom maar diezelfde avond dat ik al gelegd. Al meer sales. Dat was de eerste avond. Het waren echt van die dingen, de koopknop, de tekst in de koopknop, waarvan je zelf zou denken. Ja, eigenlijk systemen en structuren. Ja, dus hoe doe je dingen? Ja, precies. En als beginner zou je denken, nou, wat heeft hij het over? Maar aan de andere kant, ja, jij kan het en ik niet. Zo simpel is het gewoon. Ja. En ik denk dat bij jou het meeste met vooral aanspak is. Je had het ook over de lange termijn. Je had het niet over een product vinden en 2 maanden ervan leven. Maar je had het over een brand bouwen. En volgend jaar nog dezelfde cijfers zitten. En ik denk dat het voor mij het stukje was. Het belangrijkste was, zeg maar. Ja. Andere boeren gesproken. En die zeiden, yo, hoe gaat het? Ja, wat verkoop je? Ja, nou, 1500 euro. Ja, doei. Dus je hebt me nog niet eens geholpen. Ik weet niks. Ik weet niet wie je bent. En ja, dat was voor mij echt het verschil. Dat is denk ik echt het verschil tussen echt het verkopen ervan en het helpen, zeg maar. Ja, ja zeker. Dat is echt het grootste verschil, man. En kan je iets meer vertellen in de eerste maand, hoeveel zat je toen op omzet, toen je bij mij draaide of zo, juli? Ik denk die eerste maand zat ik volgens mij wel op de 15, van 5 à 10 duizend. Dus de euro al gelijk, met 1 product. Ja, met 1 product, dat was echt, dat is wakker worden en gewoon niet weten wat je moet doen. Je ziet tegen elkaar staan en denk je, gek is dat, hè? Ja. Ik had dat van de week met Tibor uit de call, die oud politieagent uit Amsterdam. Ik had een 1-op-1 call met hem. We hadden het een beetje over mijn business, coaching business, maar ook over Shopify business. En hij zei van, je ziet vaak mensen heel veel, als ze goed draaien, wil je altijd meer gaan doen. Dus stel je voor, je hebt een dropship product, die loopt goed. Oh, dan ga ik nog een product testen en nog één. Maar als je al ingaat op dat product dat goed draait, of 1 of 2 goede producten verkoopt en daar beter in wordt. Ik had het net ook met Mohammed erover. Ja, Apple die verkopen voornamelijk gewoon telefoons en iMacs en dat soort dingen. Het is niet dat hun opeens schoenen gaan verkopen, opeens nieuwe dingen. Natuurlijk voegen ze dingen toe aan het assortiment als extra inkomen, maar ze focussen altijd op hun product en hoe kunnen we die iPhone zo goed mogelijk maken. En dat hebben we ook toen bij jou gedaan, van hoe kunnen we van de concurrentie winnen? Hoe kunnen we een betere video maken? Hoe kunnen we je product eventueel op bol zetten? Hoe kunnen we er eventueel een merk van maken, man? Zeker. Oké, man. En wat was je topmaand destijds dat je had gedraaid bij ons? Volgens mij was dat wel, ik weet echt niet, 20k volgens mij. Ik denk iets meer. Ik heb volgens mij echt wel maanden gehad dat ik echt bizar in Q3, Q4. Ik weet nog wel dat je een keer 75k had gedraaid. Ja, volgens mij, ik wou dat zeggen. Ik zit heel laag nog heel hard te denken. Maar volgens mij heb ik 105k omgezet in 1 maand volgens mij. 100k plus. Ja, 100k. En hoe voelde je toen je 100k plus per maand draaide? Ja, dat is echt bizar. Dat is gewoon een gevoel. Zo goed voel je. Je voelt je lekker, hè? Ja. Kijk, weet je wat het is? Mensen in Nederland hebben gewoon altijd het idee van, ja, geld verdienen is slecht. Of rijken verdienen alleen maar geld. Maar kijk, ik zeg ook gewoon heel eerlijk. Ik heb een coaching business en een Shopify business. En ik ben ondernemer geworden omdat ik meer geld wilde verdienen. En mijzelf rijk wilde maken. En niet de baas rijk wilde maken. En ik denk dat in Nederland nog heel erg dat leeft van, ja, veel geld verdienen is slecht. Of je mag niet zeggen hoeveel je verdient. Je mag gewoon blij zijn. Want tuurlijk, het is leuk dat je zoveel geld verdient. Maar het is ook wat je met dat geld kan doen. Dat je niet naar die 9 tot 5 hoeft. Of dat je de kleding kan willen kopen die je wil kopen. Of de vakanties. Dat je gewoon het goede leven kan leven. Ja. Daar doe je het uiteindelijk ook voor. Dus altijd wat ik zeg, die bullshit verkopers die zeggen, ja, je moet niet geld doen voor je passie. Dan moet je lekker in Afrika in een goed doel gaan werken. Ja, zo is het toch ook uiteindelijk. Uiteindelijk moet iedereen huur betalen, eten. En zonder geld kom je er gewoon niet. En dan word je gewoon geracht, man. Ja, maar die mensen hebben ook geen flauw idee van hoe het is om ergens te kunnen gaan. En te kunnen kopen wat je wil. Ik denk dat ook als je zo'n iets hebt meegemaakt, dat je gewoon, dan kan je nooit meer terug, hè? Dan kan je niet meer terug. Ik snap niet hoe jij nu terug bent gaan in 9 tot 5. Ik had nooit, voor mij had het niet meer gekund. Man. Nee, ik kan het me voorstellen, man. Het is echt een stukje mindset. Het is gewoon even down to earth blijven, gewoon humble blijven. En denken van, ja, weet je bent er nog niet. En pas wanneer je die generational wealth hebt, zo zie ik het, dan ben je klaar. Dan ja, nice, man. Goed gezet en dan kan je chillen. Ja, nice, man. En je hebt natuurlijk 100k in de maand gedraaid. Dat was echt een toppunt. Ja. Hoeveel marge? Ongeveer 20-30%, want iedereen praat altijd om omzet, maar winst was 20%. Ja, winst was denk ik inderdaad 20-30%. En dan, ja, ze hebben wel gewoon echt goede funnels laten zien. En extra zelfs, dingen ook geholpen qua netwerk vooral, weet je. Ja, dus extra die e-mails en die btw-vrijstelling. Ja, die extra connecties. Hoe belangrijk denk je het is om mij te kennen en daarin de juiste connecties? Dan weet je precies wat je verder kan doen qua schalen, man. Ja, zeker. Met leverancier, dat is echt, ik heb een topleverancier. Nu heb ik via Paul leren kennen, de e-mail marketing. Heb ik echt duizenden, tienduizenden euro's meegedraaid.
ook via Paul leren kennen. Ik betaal geen BTW meer, ook via Paul leren kennen. Nice man. Dus ik bedoel, dat is wel duidelijk, denk ik. Ja, nice man. En wat denk je dat het verschil is tussen iemand zoals jij die 100k per maand heeft gedraaid en iemand die 0k per maand heeft gedraaid, die toch even hard werkt als jij? Maar misschien niet die coaching of niet de cursus en denkt van oké, ik kan het allemaal wel op YouTube opzoeken. Of bijvoorbeeld denkt van ja, wat weten die goeroes nou of dat soort dingen. Wat denk je dat het verschil is tussen iemand die 100k per maand draait en iemand nul is? Zijn dat systemen? Is dat consistentie? Zijn dat de stappen? Is dat de coaching? Is dat de cursus? Wat denk je dat het verschil is tussen die mensen? Ik denk dat het drie dingen zijn en dan beginnen we bij één coaching. Kijk, je zou kunnen denken, het is een geldverspilling of wat dan ook, hoe je ook kan denken, prima. Maar als jij het leert van iemand die het al heeft gedaan en iemand die het nog doet, laten we het zo zeggen, dan kan het niet fout gaan. Diegene doet het met systemen en strategieën die werken. Wie ben jij om te zeggen dat dat niet zo is, weet je? En je moet gewoon van je, ja, mensen hebben een hele egoïstische mindset. Je weet niet alles en je kan niet alles. Ja, zo is het, hè? En het is ook het stukje niet opgeven. Kijk, ik heb dat plaatje van die twee gasten die aan goud aan het hakken zijn. Ja, die wanneer je eentje stopt te vroeg, ben je klaar. Je volgende pluk dat er winnen kunnen zijn. En misschien ben je gestopt of ga je niet verder, ja. Nou, ik had het toevallig van de week over om met iemand in de sales calls. En die man was 50, kwam uit Purmerend. En die had nog steeds geen actie genomen. En hij had het met mij erover van, hey, ik had een keer een sales call en ze vroegen 1000 euro voor een cursus. Maar wat is nou 1000 of een paar 1000 euro als je voor de rest van je leven 10k plus netto per maand zou kunnen verdienen en daar een skill mee leert? Ja. Dat is veel goedkoper dan een studie. Mijn studieschuld is hoger dan mijn coachingstraject. Snap je wat ik bedoel? Ja. En wat leer je bij Uni? Zat ik ondernemerschap, entrepreneurship en business innovation. Nou, klinkt super tof, weet je wel, Tilburg Uni. Komt er zo'n dikke gast uit, rijdt hij een Toyota. Ik dacht van, joh, als ik hier blijf, dan word ik die dikke gast in die Toyota met die lelijke chick. Om zomaar te zeggen, weet je wel, bij wijze van spreken. Ja. Dat is het hele ding, man. Oké, en hoe heb je eigenlijk die 2 ton toen voor elkaar gezet met 1 product? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Kan je een beetje die stappen doornemen wat wij 1-op-1 hebben gedaan? En, We zijn echt begonnen met gewoon focussen op dat de ads gewoon goed krijgen. Gewoon echt een goede, duidelijke strategie daarin krijgen, zodat je gewoon consistentie uit je ads kan halen. Dan heb je mij zoveel technieken geleerd van retargeten tot lookalike audiences, dingen die ik gewoon niet wist en nooit had kunnen weten, want dat leert niemand op YouTube eigenlijk, of waar dan ook. En ik denk dat daar begonnen is, dat je eenmaal die consistentie had, dat heb je me gewoon Google Ads gingen we op een gegeven moment doen. We hebben alles dingen toevoegen. Het kwam steeds een stukje verder en toen op een gegeven moment het product eigenlijk rond was en het een one product store was, zijn we naar bol.com gegaan. Ja, en dan draai je gewoon heel consistent, want dan heb je al iets dat werkt en op een platform dat werkt, ja, wat wil je dan nog? Ja, man. En hoe zag het eruit, zeg maar, toen je eerste consistente sales hebben gepakt? Want ik weet natuurlijk, het klinkt natuurlijk heel goed dat je die 2 ton, maar in het begin was het misschien ook wel een beetje wisselend sommige dagen. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. Dat zijn de moeilijkste dagen, vooral de dagen voordat je sales hebt gepakt en dan de volgende dag. Ja, voor de dag niks, hè? Dan word je gek, hè? Dan ga je toch in je hoofd. Ik weet nog dat ik jou appte, hey Paul, iets gaat niet goed, ik pak geen sales en dan de dag daarna draai ik 2 keer zoveel als de dag daarvoor. Ja, kijk, dat is gewoon een stukje, als je het eenmaal leert kennen hoe het werkt. Dan begrijp je het, maar dan is het heel lastig. Want je gaat je echt zorgen maken van het werkt niet. En wat dan... Of werkt het, of doe ik iets fout? Ja, doe ik iets fout. Eigenlijk is... En hoe belangrijk is het dan dat je bijvoorbeeld een mentor hebt of met mij dingen kan overleggen om de juiste stappen te nemen? Ja, ik denk die keer dat jij tegen mij hebt gezegd, 1 dag bepaalt je week niet, hè? Week niet. Ja. Dat is denk ik voor mij echt doorslaggevend geweest vaak. Om gewoon kalm te blijven van, joh, het is maar een dagje. Je hebt nog een hele week om goed te maken. Ja, precies. En toen je dat product aan het testen was, kwamen sales toen echt binnen vanaf dag 1? Nee, zeker niet. Ik weet nog dat ik gewoon aan het testen was. En ik denk een week lang gewoon geen sales. Maar ik had zo'n goede KPI's destijds. Maar ik wist nog niet helemaal wat ze betekenen. Ja. En toen dacht ik van, iets klopt niet. En toen ben ik bij jou teruggekomen en zei, de stats zijn goed, dus jij doet iets fout. En toen kwamen die tips. Dan 1 plus 1 is 2. Nice man. En wil je zeggen dat je er ook keihard voor moest werken destijds? Van hoe je bijvoorbeeld van die 1k naar 5k dagen moet of van 500 euro. Je moet natuurlijk in de tussentijd ook wel andere dingen doen. En mensen hebben altijd het beeld van het is 1 uurtje per dag en dan is het klaar. Hoe zag jij dat voor je in het hele systeem? Hè? Ja, ik ben iemand die dus in principe niet uitbesteedt. Dat heb jij mij ook gewoon geleerd uitbesteden. Dus dat is gewoon iets dat moet gebeuren. Uiteindelijk kom je wel op een level als je het zelf niet meer aan kan, weet je wel. Ja, en je moet er wel beter van worden als je het uitbesteedt. Dat is vooral heel key. Ik heb het nu ook gemerkt. Ik heb heel veel mensen het afgelopen jaar moeten ontslaan. Maar je kan wel uitbreiden met het team. Dus nu heb ik een paar goede mensen gevonden. Bijvoorbeeld een editor of iemand die mijn klantservice doet. En mensen die lange termijn met jou willen werken. En dat je de neuzen de rechte kant op krijgt. Ja. Daar komen andere skills bij het ondernemen, weet je wel. Hun hebben toch een andere mindset omdat hun werknemers zijn. En jij moet ze eigenlijk in jouw visie, in het bedrijf betrekken. Met de plannen en eventuele bonussen geven. En hun echt gemotiveerd houden. Oh
jij bent de leider, dus je moet wel. Je moet, man. Maar ja, ik denk dat deed ik dus niet uitbesteden. Dus ik was wel echt... Maar je maakte wel veel meer... Dat hebben mensen altijd. Ja, als je uitbesteedt... Als je niet uitbesteedt, heb ik meer winst, man. Daar hou ik meer eigen cent over. Maar de uren die ik heb gestopt, dat is het geld niet waard geweest. Ik denk dat het veel beter had kunnen gaan als ik het uitbesteed. Het is gewoon heel transparant te zijn. Ja, ik maakte mijn eigen content. Ik maakte alles zelf. Dus ik was soms gewoon... Ja, maar dan heb je wel, wat ik zeg, heel veel high value income skills geleerd. En dan weet je hoe je het eventueel kan uitbesteden aan iemand anders. En als je gelijk vanaf nul alles gaat uitbesteden, dan heb je geen idee wat je moet doen. Ik sprak laatst iemand, die is ook student bij mij, die had 80k uitgegeven aan een marketingbureau, 2 sales. Ja. Snap je wat ik bedoel? Als je niet weet wat je zelf doet in de business, hoe ga je dingen uitbesteden? En het is wel heel belangrijk dat je de skills hebt geleerd van een goede video, een goede productpagina. En dan kan je het eventueel gaan uitbesteden, weet je wel? Juist, inderdaad. Oké, man. En ben je weer van plan Econ fulltime te gaan doen dit jaar? Ja, zeker. Dat is wel de goal, hè? Er gaat sowieso voor het einde van het jaar een grote brand neerstaan. En waarschijnlijk kent iedereen dat brand ook wel tegen die tijd. Nice, man. Dat gaat de inkomstenbron worden voor de rest van mijn leven in ieder geval. Nice, man. En hoe denk je dat die systemen die ik heb geleerd, de juiste producten vinden, de juiste productpagina, de juiste video, de juiste targeting, de juiste schalen, alles wat we doen, hoe heeft dat jou geholpen om consistente sales te maken en een echte business op te bouwen voor de lange termijn, zeg maar? Ja, zeker. Ja, het zijn hele goede, duidelijke systemen en strategieën gebaseerd op dingen die werken. En als je die dingen gewoon goed toepast en je ze zelf ook een beetje leert toepassen op je bedrijf, dan is het consistente sales komen van consistente strategieën. En als je er gewoon houdt, het heeft me echt wel ver gebracht. Zeker vooral als ik de eerste dag dat ik mijn website al veranderde op basis van jouw systemen. Zag je gelijk resultaat? Ja, precies. Dus het is gewoon heel duidelijk. Je kan zeggen wat je wil, eigenwijs zijn, maar een coach aan het einde van de dag, ja. En natuurlijk hadden we dat product dan voor jou destijds. Mm-hmm. Hoe ging je toen van dropshipping naar inkoop? Hoe heb ik je daarin begeleid? Hoe ging dat proces? Dat je niet meer ging dropshippen omdat je een product had op een gegeven moment. Dat het voor jou goedkoper was om in te kopen dan te blijven dropshippen, om het zo maar te zeggen. Ja, zeker. Ja, op een gegeven moment kwam ik gewoon op een bepaald volume orders. Dus je hebt ook gewoon ook heel veel systemen erin. Als je die aantal orders hit, ja, dan moet je gewoon overstappen. Dan moet je kan beter overstappen, ja, want anders gaat het je meer geld kosten. Ja, inderdaad. En dat hebben we toen ook gedaan. Ja, dus die leverancier heb ik leren kennen via jou, inderdaad. Hyperskill, link in bio. en die hebben we dus gewoon gevraagd. En die hebben het gewoon voor mij ingeslagen. En dan werd de marge werd gewoon minstens 5-10% groter uit het niets gewoon. Oké, en hoe ben je toen van inkoop naar branding gedaan? Want ja, je zegt altijd, elke dropshipper zegt altijd, ik wil een brand opbouwen. Maar hoe heb je toen dat merk opgezet? Want het is wel een gevestigd merk. Ja, om heel eerlijk te zijn, dat kon beter, moet ik gewoon heel eerlijk zeggen. We zijn ook weer een leerproces. Ja, inderdaad. Ik heb meer geleerd van de fouten dan van de dingen die ik goed heb gedaan. Het is gewoon verpakkingen veranderen, echt je logo erop. Die kleine dingetjes voor de klantervaring. Ja, precies, want je kan zeggen wat je wil, dat jij sales pakt is heel leuk, maar als jij geen tevreden klant hebt, heb jij geen goed bedrijf. En dat is het aan het einde van de dag. Je moet tevreden klant hebben, dat is het belangrijkste. En zou je zeggen dat het je meer geld had gekost als je bij mij niet begonnen was in juli? Zeker. Dan, als ik blijven testen, waarschijnlijk geen sales pakken, terwijl er hadden 3 dingen kunnen zijn die een coach had kunnen vertellen en mij mee had kunnen begeleiden. Nice, man. En laten we nu even over je huidige situatie, want het is niet altijd roze geur en maneschijn. Het is heel goed gegaan. En er is de tijd waarschijnlijk ook iets minder gegaan, ook wat privé, misschien wat dingen gebeurd bij jou, wat negatief waren. En dat je nu hebt besloten toch weer even in de matrix, om het zo maar te zeggen, zeg maar, om in ieder geval een baantje te nemen. Werk je vanaf thuis op locatie? Ja, ik werk vanaf thuis. Ideaal. Ik ga nooit meer op locatie. Nee. Dat zit er niet in, hè? Nee, dat zit er zeker niet in. Weet je, ik doe gewoon een simpel baantje. Ik werk gewoon de klantenservice. Niet al te ingewikkeld doen. Ik ga ook niet naar kantoor toe weer het systeem helemaal terug. Juist, kan niet, hè? Nee, zeker niet. En daarnaast doe ik gewoon fulltime e-commerce. Mijn weken zien er wel aan. En hoe loopt het nu met e-commerce? Doe je nu Shopify of Bol of beide? Ik doe beide. Dus ik heb Bol.com en natuurlijk het product dat wij hadden, want dat is veel consistenter. Maar je hebt ook een aantal andere producten nog op Bol? Op onze methode. We hebben een bepaalde strategie waar ik gewoon meer dan 100 producten erop heb gezet. Ja. Dat ben ik gewoon nog steeds aan het doen. En die sales komen ook gewoon binnen. Ja, zeker, man. Dat is, je merkt wel, en gelijk winst ook, hè? Dat is geen advertentiekosten. Dus dat is inderdaad, je hebt gelijk. Dat is gewoon echt heel consistent en dat is zeker een goede platform. Ja. Zeker, man. En wat zijn je marges op een goede maand tegenwoordig nu? Op een goede maand? We zeggen nog steeds 120-130%. Je hebt wel geleerd hoe ik die marges op elk hou met van het gaat om upsells of wat dan ook. Je hebt toch wel geleerd hoe die sales gewoon een goede marge had. En zou je iemand raden e-com elite te joinen als die vanaf nul start? Of bijvoorbeeld, stel je voor, hij heeft al kennis en hij staat bijvoorbeeld op 10k per maand of waar dan ook in het proces. Hoe denk je dat het voor iemand zou betekenen als hij onze systemen zou leren en dat soort dingen? Zou je dat iemand aanraden? Ja, ik denk dat life changing, dat kan ik wel zeggen. Ja. Het is gewoon, mijn leven is gewoon veranderd in zekere zin. Ik heb vandaag de man die mijn leven heeft veranderd. Zo kan ik het in positieve zeggen. Zin, in toch? Positieve maar zin. Ik wil ook wel dat je jezelf credits geeft. Want je hebt zelf ook hard ervoor gewerkt. En ik zie heel erg
in de Nederlandse scene van 1-2 uurtjes per dag. Maar jij was altijd op de calls en mij vragen stellen en dat soort dingen. Je hebt er ook wel, je moet zelf ook credits geven dat je zelf ook de tijd en de energie erin hebt gestoken. Ik kan jou wel de hulpmiddelen geven, maar als jij zelf niks doet, dat vind ik ook altijd een ding, man. Dus super tof dat je het zover gebracht hebt, hoor. Oké, man. En wat denken je ouders en je vrienden erover? Had je het toen al verteld in het begin? Of nee. Toen, wat denken ze er nu over? En hoe reageerden ze er toen op, toen het zo hard ging? Ja, je weet hoe mensen zijn. Dan vertel je aan die e-com, dan krijg je zo'n standaard reactie. Oh, leuk. Wow, ja. En dan niemand vraagt ooit iets over je brand. Wat dan, ja. Dan gaat het goed. En dan is het ineens de rest. Dan is er opeens, hè? Wanneer ze de doekoe zien, dan... Nee. Weet je, ik ja, het is gewoon... De omgeving is vaak... Het probleem. Dat zeg ik altijd. Ja. Je moet uit je comfortabele omgeving stappen. En de juiste mensen daarin ontmoeten. Precies. En op een goede moment. Zoals je aan het team bouwen. Jij moet je team naar een bepaald niveau krijgen. En de mensen om je heen halen jou ook omlaag in die zin. Dus ja, niet veel support. Maar ik ben altijd al een eenzame wolf geweest. Dus... Ja, maar ik denk... Ik ben precies hetzelfde, man. Ik heb toen gewoon ook gewoon 6 maanden of 12 maanden gewoon niet uitgaan. Weet je, alleen maar gym gaan. Dat zie ik vaak ook bij jou. Dat je bij de gym gaat. Dat is ook... dat ik veel mensen zie qua ondernemen, dan wil je het beste uit jezelf halen. Want dat is eigenlijk ondernemen en je wil gewoon geld verdienen. Dus dat is ook wel altijd belangrijk, man. Kan je iets meer vertellen over je achtergrond? Ben je rijk opgegroeid, rijtjeshuis? Of gewoon kom je echt van de bodem, zeg maar? Hoe was dat? Hoe was jouw jeugd, zeg maar? Hoe was jij als kleine jongen, zeg maar? Het woord bodem wil ik niet gebruiken. Ik mag niet klagen, dus ik woon in Nederland natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar nee, ik kom niet uit de most prestigious wijk in Nederland. Het kan altijd beter. We zijn ook een week gehad. Maar ging je op vakantie? Nee. Je ging nooit op vakantie eigenlijk? De eerste keer dat ik weg ben geweest is dankzij Ecom. Ja? Opmerking, oh, nice, man. Is dankzij Ecom. Dus, dus ja. Ecom heeft wel gewoon een positieve zin. Zeker. Nee, ik kom niet van veel. Dus dat is denk ik ook het probleem. Als ik eenmaal geen verdienen, dan wil je op een gegeven moment dat wel uit gaan geven. Want je niet van veel komt. Maar... Dat is ook weer een les, weet je. Ik heb die tijd ook gehad dat ik dure merkkleding of een dure auto of een dure scooter of weet ik veel, een dure vakantie ergens, weet je. Maar weet je wat het is? Als je ook die dure vakanties, vooral naast het materiaal, bijvoorbeeld als je op de juiste plekken, zoals ik vaak in Marbella kom bijvoorbeeld. Ja, in Marbella ga je gewoon wel die high-end ondernemers ontmoeten. En die ga je niet in je stad ontmoeten, zeg maar, bij de gym, bij de Basic Fit. Snap je wat ik bedoel? Dat is ook altijd belangrijk. En wat moest je eigenlijk op dagelijkse basis doen... Toen, maar ook nu, om succes te behouden in je business. Hoe zag een dag eruit als jou als 22-jarige e-com ondernemer die 100k per maand draait? Ja, zoals jij, ik deed best wel veel zelf. Dus wakker worden, mailtje beantwoorden. Dan even de ads checken als het goed staat. Ja, ja. En dan kijken wat voor sales je hebt, kijken wat voor orders er binnenkomen. Even een beetje analyseren. Daarnaast, ik deed zelf niet veel product research meer. Dat is ook een beetje geweest. Ja, omdat je het product ging uiteindelijk dood. Dus dat is gewoon even checken en dan eigenlijk dan om een uurtje of 11, 12 doe je eigenlijk niks meer. Dan is het bigger picture, vind ik altijd. Ja, dan is het altijd van, hey, welke plannen maak ik nu voor mijn bedrijf? In plaats van dat je klantenservice de hele dag blijft doen. Ik denk dat het grootste verschil is. Hoor. En hoe doe je momenteel product research voor Bol en Shopify? Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik gebruik echt talloze manieren. Ik ben niet van de naar TikTok gaan en zoeken. Ja, precies, hè? De guru dingen. Nee, ik zoek wel echt op andere methodes die wat minder saturated zijn, laat maar zeggen. En dat gaat wel goed. Ik zie wel echt dat ik beter word ook in het product te herkennen. En denk ook in de tijd dat wij samen hebben gezeten, was ik ook nog wel aan het testen, als ik het goed zeg. Juist. Nog wel eens producten die ik aan je liet zien. Daar heb ik ook veel van kunnen leren, zeker. Nice, man. En er zijn eigenlijk heel veel goeroes, zoals je weet, die in 3 maanden 10k per maand hitten. Beloven en valse beloftes, van dat je met een uurtje per dag. Tuurlijk, zijn allemaal mooie dingen. Ja. Nou, bij mij zat je bijna volgens mij in 3 maanden al misschien op een ton per maand. Dus zo snel kan het gaan. En weet je, je bent maar 1 stap altijd verwijderd. Of 1 persoon van een life-changing leven. En als je maar blijft doorgaan, is dat het allerbelangrijkste. En wat denk je dat het verschil is tussen mensen die denken van... Hey, Paul of e-com elite is misschien een scam of oplichting. Wat is het verschil tussen mij en die goeroes die niet deliveren, zeg maar? Ja, dat is wat ik in het begin ook al zei. Dus, bij jou is het op de lange termijn, dat is 1. Dat laat gewoon echt zien. Je praat niet over 2-3 maanden, je praat over een jaar en een brand hebben. En echt die lange termijn visie. Weet je, die lange termijn visie. En dat hoor je gewoon niet. Het is altijd van, ja, als je bij mij komt, 3 maanden heb je 10k, heel leuk. En dan heb je 3 maanden 10k en dan wat. Ja, wat? Dat zie je heel vaak van 2 weken pump en dumps. Dat je in 2 weken bijvoorbeeld 10k draait en daarna niet meer. Je wil eigenlijk elke maand gewoon stabiel, lekker hard gaan draaien. Natuurlijk heb je hard opgeschaald, maar je hebt wel nu de skills ontwikkeld om ook weer richting die 50k per maand te gaan met de Shopify en met een Bol. Omdat je weet gewoon hoe het proces is en hoe je daar naartoe komt, zeg maar. Zeker. Ja, je bent ook een bescheiden persoon, man. Ik bedoel van, ik heb het gevoel dat jij jezelf
Want laag mis ben je echt gezien. Ja, in de ja. zin van hoe jij mij dan zoiets kan leren, weet je. Dan heb jij gewoon een skill die je gewoon echt bizar hoog zit. En nice, man. Je kijkt meer naar het mensen iets leren dan mensen laten verdienen. Ja, in plaats van een trucje. Je ziet heel vaak een trucje van, hey, doe dit kleine trucje en je verdient x per maand, weet je wel. Maar het is het hele plaatje en de hele skills die je ontwikkelt. En die skills die je leert nu, met Shopify en Bol zeg ik altijd. Die skills pas je ook toe bijvoorbeeld in een andere business. Als je later een ander soort type bedrijf. Het is in principe marketing op heel hoog niveau wat je dan leert. En je ziet heel veel dropshippers copy-paste. En we hebben bij jou echt gefocust op hoe bouw je de juiste productomschrijving. Bij wie gaan we de juiste video-ads inkopen? Hoe gaan we de juiste e-mail-marketing doen? Hoe doen we de juiste ad-copy? Om alles eigenlijk optioneel naar een goed niveau en echt een infrastructuur te bouwen in je business. In plaats van een 2 weken pump en dump dat je iets kopieert en dat daarna niet meer werkt. Omdat iemand anders wel die moeite heeft genomen om die infrastructuur te bouwen. Man. Nee, klopt inderdaad. Nee, nice man. En als je 1 advies zou moeten geven aan iemand die net begint of 5k draait of 10k per maand. Of wat voor 1 advies zou je geven aan iemand die vanaf nul begint of denkt van, hey, wat zijn de stappen die ik eventueel zou moeten doornemen om succesvol te worden in het algemeen of bijvoorbeeld met e-commerce? Als ik heel commercieel zou blijven, zou ik zeggen, ga bij iemand natuurlijk. Nee, maar natuurlijk niet opgeven en zoek inderdaad wel echt iemand. Zijn wel die clichés, maar die clichés zijn altijd waar, weet je. Ja, zoek iemand, zoals Paul bijvoorbeeld in e-commerce, dat iemand die jou gewoon kan helpen en jou kan laten zien hoe het echt moet. En dat je niet je geld aan het verspillen bent aan strategieën en methodes die je op YouTube hebt geleerd van een guru die niet werken of wat dan ook. Weet je, doe het in 1 keer goed, een investering is meer waard. Dan wat je gaat verdienen. Ja, je moet altijd kijken van wat kan je winnen, zeg maar. Je had dat ook toen je bij mij startte. Wat kan ik winnen door bijvoorbeeld bij Paul maandelijks coaching te nemen? En ik zie ook heel veel mensen, ja, als ik 1000 euro voor een cursus, dan ben ik die 1000 euro kwijt. Maar dat is meer echt, dat is echt je mindset, hoe je er naar kijkt, toch? Dat heb ik er altijd bij. En wat ik sowieso wil meegeven aan jullie, dat 3 van jullie kans maken op een 1-op-1 call met mij. En dan doen we geen salesgesprekken. En Jardel weet precies hoe ik de 1-op-1 calls doe. Ik kijk echt of ik jou kan helpen. En dan bied ik eventueel iets aan, weet je wel. Ik ga niet zitten van, waarom ben je op deze call? Of wat zijn je doelen om jou over te halen iets bij mij te kopen? Als jij graag bij mij wilt joinen, kunnen we kijken waar je nu staat. En dan kunnen we het naar een hoger niveau samen tillen. En ja man, Jardel, ik wil je sowieso bedanken voor je komst vandaag. Super dat je er bent. Ja, we gaan straks ook een hapje eten, allemaal gezellig met studenten en gewoon netwerken. Wat ook altijd heel goed is om met de juiste mensen te omringen. En dan ga ik je nog een hand geven en dan wil ik je bedanken voor het gesprek, man. Dankjewel, man. Thanks, man.